Goedemorgen dames en heren, welkom bij de vlog van de Stofjes. Zondagmorgen praat. Wat moet je nou van maken? Zoals jullie zien op de ramen, het regent. Daar word je nat van, dat is logisch. Ook door het zweet word je natuurlijk nat van. Maar ik heb liever dat ik gewoon begin als het droog is en dan ga ik hard lopen en dan word ik bezweet en dan word ik nat en dan vind ik het lekker en dat is een ander gevoel. Nou, inmiddels had ik mijn pasje gevonden. Ik zal hem even erbij pakken. Pasje gevonden voor de fitness. Ik denk, nou, dan kan ik in ieder geval lekker droog sporten in de fitness. Ga ik erheen. Ik denk dat ik misschien niet te lang ben geweest of niet al lang niet meer ben geweest, zo moet ik het echt zeggen. ik weet niet, hij deed het niet. Ik kom er niet in. En er was er nog niemand, dus dan sta ik voor een dichte deur. En dan kan ik niks. En dan kun je wel zo'n nummer bellen als je niet erin komt. Maar dat is een nummer in België, dat heb ik al een keer eerder gehad en dat werkt voor geen meter. Helaas voor het bedrijf. Maar dat werkt niet. Dus, met andere woorden, vandaag geen sport. Tenminste, niet wat ik wilde. Dus dan heb ik nog maar één ding en dat is de werkzaamheden thuis gaan verrichten. Dat is niet anders. Ik vind het jammer. Ik had er net zoveel zin in om hierheen te gaan, omdat ik de pas weer gevonden had. Dat ik dan weer gewoon binnen kan sporten. Dat ik daar mijn oefeningen weer kan gaan doen. Maar nee, het is me niet gegund vandaag. Waarschijnlijk wordt het slecht weer als we dat maar plannen. Nou, als ik geen slecht weer was geweest, was ik wel gewoon gaan rennen natuurlijk in het bos. Maar goed, het is zo. Het zij zo. En daar heb ik mee te doen. Het is niet anders. Het is niet anders. Nou, vandaag. Of vandaag, van de week. Meubels binnengekomen. Ik heb gisteravond, of eigenlijk vannacht, heb ik weer een vlog online gezet. Het ging nog over een motorritje die ik had gemaakt met Fabienne. Dus die staat er nou op. Nou, dan ga ik tussendoor de opstart maken voor de resterende vlogs die nog op de laptop staan. Zoals je weet, best druk met werk, met van alles en nog wat. Ja, dan schiet het de vlogs in elkaar knutselen, dus schiet er een beetje binnen. Druk, druk, druk. Maar goed, dat geeft me. Nou, dan natuurlijk momenteel wat er natuurlijk allemaal logisch is met het binnenkomen bij de horeca. Vanmorgen hoorde ik alweer dat er al in diverse plaatsen waren al testen gedaan met polsbandjes, zoals bij een festival. Bij een 18 krijg je een rood polsbandje, dan krijg je geen drinken, bij alles al in, dan krijg je een groen bandje, bla bla bla. Nou, hebben ze nu bij de horeca ook verzonnen, heb je de check gedaan, dan krijg je een bandje. En heb je geen check, nou, dan krijg je niks, dan kun je ook nergens in. Snelle controle, daar moet ik je van vinden. Eigenlijk wel een oplossing. Maar dan gaat dat meer voor de snelheid bij de horeca dan de achterliggende gedachte. Van toch weer een controle. Je hebt toch weer moeten laten zien dat jij wel gecheckt, zeker gevaccineerd bent. Er zit een nuance. Goed, ik ga er niet al te veel over uitweiden. Het is wat het is. Maar goed, nog veel verdeeldheid binnen NL. En niet alleen binnen NL, maar ook in DLD en in BE. En overal
laten we maar eventjes gewoon positief op. Het zal wel voor een goed doel zijn. Let's hope. Vanmiddag weer voetballen. Jullie aan het thuis. Volgens mij was het RKZVC vandaag. Dus we zullen wel weer zien wat we doen. Dus de derde thuiswedstrijd, de andere twee thuiswedstrijden hebben we iedere keer verloren met 1-0. Uitwedstrijden hebben we steeds gewonnen. Dus op zich staan we steeds goed. Oh, over gewonnen gesproken trouwens. Gisteren met de meiden MO17. 7-1 gewonnen. Jawohl. 7-1 gewonnen bij Boekelsport. Dat was leuk. Dat is niet alleen leuk voor mezelf. Als coach natuurlijk, maar ook voor de meiden. Want ja, die zijn ook wel opgebrand om gewoon een goede pot te spelen. We hadden natuurlijk onze tweede competitiewedstrijd. Maar onze derde wedstrijd overal, de bekerwedstrijd, hadden we natuurlijk gewonnen. De vorige competitiewedstrijd was verloren gegaan met 3-2. Of 2-3 eigenlijk, was thuis. Het was wel een hele leuke pot. Dan kun je zeggen, ja, 7-1, is het dan nog een leuk voetballen? Nou, op zich is het natuurlijk niet heel leuk voetballen, want het gaat allemaal te makkelijk. Oep, de auto stond er aan, sorry. En, maar wel het feit dat je gewoon een keer lekker doelpuntjes kan maken en dat je een beetje kan scoren. En, maar dan zie je ook wel bepaalde dingen weer terugkomen, die je natuurlijk dan weer morgen bij de training gaat bespreken. Is gemakzucht. Meegaan doen in het tempo van de tegenstander. Tegenstander was niet al te best. Maar dan ga je eigen tempo ga je naar beneden halen, waardoor je dan zelf veel slordigheden gaat krijgen enzovoort. Met alle dingetjes van dien. Dat moet goed besproken worden. Dus, maar voor de rest helemaal top gedaan. En dat zien we dan weer. Ja. Dus ja, een beetje een rare vlog vandaag, omdat ik natuurlijk nou niet ben gaan hardlopen. Ik heb nog helemaal niet gesport, nog helemaal niks. Dus dat ga ik daar binnen doen, matje op de grond. En dan doen we even wat oefeningetjes. Dan heb ik toch in ieder geval iets gedaan. Want helemaal niks doen, dat kan ik ook weer niet. Dus, dus ik zou zeggen, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Oh, overigens, waarschijnlijk gaat Fabienne de volgende keer mee. Het lopen weer. Dus, maar goed, dat zullen we wel zien. Ik zou in ieder geval zeggen, top top, toi toi, blauw duimpje, en de rest komt vanzelf. Ik zeg, tjoe!